De 29e klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Baku markeert de lancering van het fonds Loss and Damage, dat klaar is om bijdrage te ontvangen en in 2025 projecten te financieren. Zweden heeft 19 miljoen Amerikaanse dollars beloofd, waarmee het totaal op meer dan 720 miljoen dollar komt. Het fonds zal kwetsbare landen ondersteunen bij de gevolgen van klimaatverandering. COP29-voorzitter Babayev benadrukte dat verdere bijdragen nodig zijn. De Wereldbank en andere partijen steunen de oprichting van het fonds dat de kracht van wereldwijde solidariteit toont. In de marge van COP29 heeft president Chandrika Prasad Santokhi ontmoetingen gehad met de Azerbeidzjaanse ministers Ceyhun, Beyramov en Mikhail Jabarov en Bibas minister Albert Ramdin. Dit bouwt voort op zijn gesprekken met president Ilham Aliyev over samenwerking in handel, de agrarische sector, onderwijs en energie. President Santokhi benadrukte dat Suriname een cruciale rol speelt als een van de drie carbon-negatieve landen ter wereld en pleit voor concrete klimaatmaatregelen en het behoud van biodiversiteit.